Nummer 3 Blue Star Villy en Ruud Pols. De 4 Lady Gaga, Arend Tevreden. De 5 is Apache Wolfhorn en Roelof Maring. Nummer 6 Zomaar Jij en Lu Doper. De 7 Betty Boop, Hans Bot. Nummer 9 Cunera Beukenswijk, Jeroen Engweda. De 9 Borlux Wol en Kees Hetteling junior. En de 11 is Borka Ling met Peter Wortel. 100 meter tot het startpunt. 50 meter nog. 30. Start. Paarden zeggen start voor de laatste koers. In volle galop vertrekt Borka Ling. En het is na de start aan de kop, aan de buitenzijde opkomend Cunera Beukenswijk. Die neemt een lengtevoorsprong bij het indraaien van de eerste bocht. Cunera Beukenswijk op de tweede plaats komt daarachter aan de binnenkant. Dan Blue Star Villy en aan de buitenzijde Zomaar Jij. Dat zijn de frontrankers in de openingsfase van de laatste koers. Als ze de bocht doorkomen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Daarachter volgt dan Apache Wolfhorn. En achter Apache Wolfhorn volgt op dit ogenblik dan onder andere Betty Boop. Deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde af te leggen. En daar zien we dan een galoppade van galop nummer 1. Nemers, en dat was de 1. Cindy Marie Spiet is uit de strijd genomen door het comité. En Cunera Beukenswijk leidt nog altijd. Cunera Beukenswijk, die heeft de leiding bij het indraaien van de laatste ronde. Op de tweede plaats daarachter is het Blue Star Philly. De derde plaats is voor Kato C. En zo zijn de deelnemers dan in de bocht, in de Stadsparkbocht. Aan de buitenzijde daarvan komt Apache Wolfhorn naar voren. Met verder weg in het veld dan Lady Gaga. En die wordt geflankeerd door Zomaar Jij erachter, Betty Boop. En dan Borlux Wol en de paarden zijn aan de overzijde van de baan voor de laatste maal vandaag hier in het Stadspark van Groningen. Met altijd nog aan de leiding Jeroen Engweda en zijn Cunera Beukenswijk. Cunera Beukenswijk, anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats Blue Star Philly. Daarachter volgt in derde positie dan Apache Wolfhorn. Aan de buitenzijde komt de 9 naar voren en dat is Borlux Wol. En ook Lady Gaga die probeert aan de binnenzijde terreinwinst te boeken. Dat lukt aardig, want die gaat naar een gedeelde tweede plaats als we de laatste 500 meter nu ingaan. Met nog altijd Cunera Beukenswijk die leidt. Op de tweede plaats Blue Star Philly. Derde aan de binnenzijde Lady Gaga. Vierde aan de buitenzijde is het opkomend dan de nummer 8, is de nummer 6 moet ik zeggen. En dat is dan die Zomaar Jij. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Nee, niet Zomaar Jij. Dat is aan de buitenzijde. Ja, die is er al lang uit. Dat is tenminste, die komt Borka Ling, die komt naar voren. Die was eruit, maar die gaat nu nog een partijtje meespelen als de deelnemers dan in de laatste meters komen. En de leiding is overgenomen door Kees Hetteling junior met Borlux Wol. En die heeft de langste adem, Borlux Wol met op de tweede plaats Lady Gaga en op de derde plaats Blue Star Villy. Schitterende ontknoping.